Maar ja, helaas. Het aantal alumni zou groter zijn geweest, maar we hebben een ziekte. We leiden aan een ziekte op Aardekus, ja? Dat heet de limiterziekte. Ja? Aardekus leidt aan een ziekte en die ziekte heet limiterziekte. Die ziekte manifesteert zich op twee manieren. Ja? Je hebt afstudeerlimiters, maar je hebt ook studielimiters. Studielimiters, dat zijn mensen die in langer dan de voorgeschreven tijd, over hun studie doen. Afstudeerlimiters zijn er een heleboel, zeker ook bij humaniora. Dames en heren, u wil het niet geloven. Mensen hebben 2014 de laatste colleges gehad, en nou praat ik uit eigen ervaring, en er zijn zij nog steeds niet afgestudeerd. Koudede, asfalt, dan moeten ze op vakantie, ja. U houdt het niet voor mogelijk. Wat is het probleem? Wat is het probleem? Het probleem van die studielimiters. Laat me vertellen, er is één faculteit waar het aantal studielimiters heel groot is. En dat is die faculteit. Daar is het aantal studielimiters in de bachelor 1 fase. U weet, we hebben twee fases. We hebben een bachelor 1 fase en een tweede fase. Maar hoe komt dat? Ik vrees dat de oorzaak daarin ligt. Dat het middelbaar onderwijs, dat wij niet genoeg afgestemd zijn op het middelbaar onderwijs. Ik zal het later hebben over dat copy-paste gedrag. Ja, 1. Het ligt ook aan de docenten die misschien niet goed genoeg overdragen. Niet op die manier dat die studenten dat kunnen doen. En dan, een groot probleem ook van dat afstudeerprobleem. Heeft u gedacht dat het ook zou kunnen liggen? Ik heb het niet onderzocht, het zijn hypothesen wat ik hier aan u doorgeef. Kunt u zich voorstellen dat het kan liggen aan taal? Dat mensen niet weten te schrijven. Weet u hoe weinig mensen een goed en coherent stuk kunnen schrijven? En vaak ook is die kweek, die interne kweek, vaak worden mensen begeleid door mensen die zelf niet weten te schrijven. Alsjeblieft. Dus we moeten een medicijn zoeken hiervoor. Ja? Dan is het nog, ik heb bekeken het systeem, ik heb bekeken de docent, maar de ervaring leert mij. En nu praat ik uit ervaring. Studenten zijn niet kritisch genoeg. Studenten denken niet kritisch en denken ook niet creatief. Maar het wordt ze nooit geleerd. Wat had u gedacht van? We moeten in ons onderwijs vakken introduceren als creatief en kritisch denken. Als mensen dat niet kunnen, dan moet je ze het proberen te leren. De tools aanreiken hoe dat is, want dat kunnen ze niet. Want de hele leven hebben ze geleerd, net als wat de minister zegt. Wikipedia, als Wikipedia het zegt, zij het zo.